Welkom bij Dag Den Haag van 13 april, dit keer vanuit de wijk Seinpost, met de volgende onderwerpen. Prinses Maxima opent Haags Hopje in de Schilderswijk. Het praktijkverkeersexamen is weer begonnen. Basisschool De Startbaan adopteert een oorlogsmonument. En we gaan op bezoek bij gitarenmaker Daniel Slaman. Maar nu eerst het korte nieuws van de dag. De brandweer in Den Haag voert actie. Tot en met donderdag aanstaande worden op de 7 Haagse kazernes zondagdiensten gedraaid. Bij actievoeren dan denk ik altijd aan spandoek en dergelijke. Maar hier zie ik de brandweermannen gewoon een beetje hangen. Ja, dat klopt. Dat is ook het begin. De zondagse dienst, daar doen we de burger geen kwaad mee. Het is intern een verhaal. Onze commandant vindt dit niet zo leuk dat we dit doen, want er wordt natuurlijk niet geoefend. Het kost wel geld. Dit kan hij uitleggen aan Van Aartsen en dat is uiteindelijk onze baas en daar moet het vandaan komen. Gymnasium Haganum pakt het jaar flink uit met de jaarlijkse musical. Vandaag kwamen in de sporthal op de Gaslaan ruim 400 leerlingen bijeen voor de laatste repetities van de musical Odysseus, Odysseus. Het is het verhaal van de Odyssee, het eerste en het grootste verhaal uit de westerse geschiedenis. Over Odysseus die na de Trojaanse oorlog naar huis gaat en allemaal avonturen beleeft. Het is gewoon een hele mooie kans voor iedereen om aan iets mee te doen. En dat de hele school daarbij betrokken is en dat... Maakt iedereen weer zo hecht met elkaar. Hè? Ik denk dat het echt een super musical wordt. Dus iedereen moet komen op 13 en 14 april. En het wordt echt spectaculair. Bewoners van de Schilderswijk hebben sinds gisteren een nieuw buurthuis. Het Haags Hopje in het Vaconahof. En prinses Maxima kwam gisteren speciaal naar de feestelijke opening. Omdat het buurthuis gesubsidieerd wordt door het Oranje Fonds. Een Haagse Hopje is normaal een uitloonkathener waar twee mensen van een welzijnsorganisatie op zitten. En die lenen dan het speelgoed naar school uit. Maar hier op dit Haagse Hopje zit ook de Stichting Vaconahof aan. En die is de hele jaar door activiteiten ook aan het organiseren. Ook voor de jongeren, oudere jeugd en ouderen vandaag. En heeft u er ook voor gezorgd dat deze nieuwe vorm er komt? Dat heeft de architect gedaan. Die hebben het Haagse Hopje ontworpen en heeft het aan de stichting voorgelegen. En wij hebben het inderdaad goedgekeurd. Ja, want wat vindt u ervan? Ik vind het een schitterend. Het is een symbool van de spelende kinderen. En wij vinden het een kroon op ons werk. En daarom zijn we ook zo blij met het kroontje wat er bovenop staat. Het hopje is eigenlijk helemaal transparant, van glas. En er zitten aluminium luiken voor die 's nachts dicht gaan. En die luiken zijn geperforeerd, waardoor 's nachts als het licht brandt ook het hopje een lampion vormt als baken in de nacht. Naast dat sterke beeld vinden we eigenlijk het gebruik minstens zo belangrijk. We willen eigenlijk dat het een plek wordt waar mensen kunnen schuilen als het regent, waar ze ticketje kunnen spelen, waar ze kunnen afspreken. Dat zijn echt de dingen waar het straks om gaat. En wat maakt dat dit gebouwtje straks opgenomen wordt in het collectief geheugen van de mensen. Je kan je vast nog wel herinneren dat je je fietsexamen moest doen. Dat is best wel spannend. Nou, vandaag zijn de praktijkverkeersexamens weer begonnen. En er doen ongeveer 5000 basisscholieren aan mee. Want in al die drukte is het best wel handig om alle regeltjes te weten. Wat moeten ze nou precies doen? Want hier is het verkeerspleintje en straks moeten ze de wijk in. Ja. Het hele verkeersexamen bestaat uit 3 gedeelten. De fietskeuring. Dan wil ik graag weten of ze behoorlijk op een fiets kunnen zitten. En daarna het parcoursje in de wijk. Dat start erachter. Waar let u op? Ze moeten duidelijk over hun schouder kijken of er niks aankomt. En een hand uitsteken natuurlijk. En in ieder geval een ruime bocht nemen. Sommige snijden de bocht nog wel eens af. Dus dat zijn de dingen waar ik op moet letten. Oh, daar komt er weer een. Die vergeet om te kijken. Dus dat is jammer. Ga je goed omkijken in de bocht? Ja. En je hand uitsteken, hè? Post was heel tevreden over jou. Vond je het zelf ook lekker gaan? Ja, ik was eigenlijk niet echt heel erg zenuwachtig, want ik had ook 3 keer geoefend. Was het niet moeilijk? Nou, het was soms op sommige plekken best moeilijk. Welke plekken? Vaak verkeersborden stonden. Heb je die wel allemaal goed gezien, denk je? Ja. Denk je dat je geslaagd bent? Ik hoop het. Jij hebt een hele grote glimlach op je gezicht. Ging het goed? Ja, heel erg. Ja? Ja. Ben je geslaagd? Ik denk het wel. Je hebt alles goed gedaan? Ja. En je hebt een mooie fiets, is die van jezelf? Ja. En dan ging het wel lekker op? Ja. En je bel doet het ook?
Ja. Die moest je testen, toch? Ja. De test is, doet hij het? Ja. Hartstikke goed. Denkt u dat hij geslaagd is? Ja! Heel goed. Ik hoop het. Ik hoop het. Wat gebeurt er als ze zakken? Mogen ze het volgend jaar opnieuw doen. Voor de monumenten in onze stad moet natuurlijk goed gezorgd worden. En hoe kan dat nou beter dan door er eentje te adopteren? Dat is precies wat basisschool De Startbaan in Ypenburg heeft gedaan. Het oorlogsmonument, wat eerst aan de Johan de Witlaan stond, is vanmorgen zelfs verplaatst naar het zijterrein van de school. Wat voor monument is dit? Het is het monument Grenadiers en Jagers. Ter nagedachtenis aan de gesneuvelde Grenadiers en Jagers, met name tijdens de slag om de residentie in 1940 hier in Den Haag. Hier zijn daadwerkelijk grenadiers en jagers gesneuveld op deze grond. Bewoners van Ypenburg hieromheen die zien het monument staan en die zijn zich bewust dat in het verleden militairen een hoge prijs hebben betaald voor hun vrijheid. Jongelui van de school, u zag ze net rondlopen erbij, die zijn zich bewust dat er hier toch wel wat gebeurd is en dat je vrijheid niet zomaar krijgt. Wij gaan zorgen voor het monument, we gaan zorgen dat het niet beschadigd raakt. Als het beschadigd raakt, dan gaan wij dat melden en zorgen dat het heel snel gerepareerd wordt of hersteld wordt. En de kinderen van groep 8 gaan een rol spelen in de jaarlijkse herdenking hier op 10 mei. Ja, ik vind het wel goed dat we daar voor mogen zorgen. En ja, en dan willen we het wel. Ja, nu is het in goede handen. En daarmee houden we de traditie natuurlijk levend, niet alleen nu, maar ook voor de toekomst. En dat was de reden om met name het monument hier deze mooie plaats te gaan geven. Daniel Slaman noemt het een verslaving, gitaren bouwen. Op zijn 17e zette hij zijn eerste gitaar eigenhandig in elkaar en nu, 30 jaar later, verdient hij zijn brood ermee. Hij krijgt zelfs geregeld aanvragen uit het buitenland. Je eerste gitaar, vertel, ging dat makkelijk? Nee, dat ging niet zo makkelijk. Het was lastig om materiaal te vinden. En ook lastig om informatie te vinden. Ik had een boekje uit de bibliotheek van, ik geloof, een Engelsman. En die had een boek geschreven over hoe je een klassieke gitaar in elkaar zet. Nou, dat heb ik gespeld. En toen dacht ik, ja, ik moet maar zelf beginnen. Die eerste gitaar, was dat dan meteen helemaal geweldig? Klonk dat meteen zoals nee. Je wilde dat het... Nee, helemaal niet. Ik denk dat ik pas na een jaar of 10, 15 door had van, nou, zo werkt het een beetje. Zo, als ik dit doe, dan komt er dat qua geluid. Ja, nou ja, toen ik eenmaal door had dat ik met snaren en plankjes geluid kon maken, ja, toen was ik verkocht, ik was verslaafd. Ik ben er altijd aan verslaafd geweest en nog steeds. Bij de jazzgitaar heb ik het helemaal gevonden. Op een gegeven moment dacht ik, nou, dan belde mij iemand op, een jaar of 15 uur geleden, en die zei van, maak je ook jazzgitaar? Nou, niet dus, maar ik zei, ja, ik maak ook jazzgitaar. Afspraak gemaakt, maar die figuur is nooit gekomen, dus die zal misschien gehoord hebben dat het... Maar toen dacht ik, jazzgitaar, ja, ik zal het eens onderzoeken. Dus toen ben ik daarna gaan kijken. En toen heb ik een jazzgitaar gemaakt. En als je een jazzgitaar kan bouwen, dan heb je het als gitaarbouwer wel gemaakt. Dan kan je alles. De jazzgitaar is een heel ander verhaal. Dat begint met dikkere planken, een soort wigvorm. Kijk, die lijm je dan zo tegen elkaar. En dan ga je daar een welving in maken. Want de jazzgitaar is gewelfd. Heeft een bol bovenblad zien. Kijk, aan die kant. Dus het is geen plat doosje, maar er zit echt een vorm in. Nou, die welving, die breng je erin met schaven, met vioolbouwers, schaafjes. En uiteindelijk hou je maar een dunne plank over van 5, 6 mm dik, maar dan heb je wel die welving erin gebracht. Waaruit blijkt nu dat jij hier heel goed in bent? Nou, mijn klanten vinden ze goed. Want mijn klanten zeggen, de gitaren hebben hele mooie ronde tonen. Vooral ook in de hoge tonen. Terwijl veel jazzgitaren zijn een beetje schel, een beetje schril, een beetje niet zo mooi. We zijn al bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Dag Den Haag. Maar natuurlijk niet voordat we even naar het weer hebben gekeken. En vandaag doen we dat met... Brenda. Vanavond en vannacht lost de bewolking voor een groot deel op. De minima ligt tussen de 5 en de 0 graden. Aan de grond kan het een graad vriezen. Morgen is het
Behoorlijk zonnig, al zijn er ook stapelwolken aanwezig. De temperatuur ligt opnieuw tussen de 10 en de 14 graden. De wind is vrij krachtig aan zee. Hartstikke goed gedaan. Ga je nog wat leuks doen vandaag? Ja, ik ga lesgeven naar de kinderboerderij. Op welke school geef je les? Op het Volle Leven. Dat is hier vlakbij. Ja. Oké, nou Den Haag, tot morgen. Dag Den Haag.